de Blokburgers overvallen. En na wat onderzoek denk ik te weten wie het is. Dit huis voor mij is namelijk verkocht volgens mij aan Noob1234. Alleen de Noob die is dus letterlijk al dagen weg en vermist. En dat vind ik nogal verdacht. Dus ik moet dit aan Satino en Vinnie vertellen. Want dat zijn namelijk mijn mede-politieagenten. Maar eerst ga ik nog even wat anders doen. Want ik heb hier namelijk een televisie. Die heb ik echt niet gestolen of zo. Maar ik ben nu een politieagent. Dus wie kan me wat maken? Zo, dan heb ik in ieder geval een mooie televisie in mijn huis. En ik moet natuurlijk nog eventjes ontbijten. Ik ga ontbijten met lekker chocola. Waarom niet? Oké, maar als ik natuurlijk verder ga met het onderzoek, moet ik wel even mijn politieoutfit aandoen. Dus ik ga hem even omkleden. Zo, dit is beter. Of nou ja, het lelijke pakje heb ik weer aan. Oké, maar ik moet dus aan Satino en Vinnie vertellen wat ik allemaal heb gevonden. En ik ben ook heel benieuwd of zij wat hebben gevonden. Want zij gingen gisteren namelijk ook op onderzoek uit. De Satino, hallo, Satino, open doen. Open doen. Hallo? Hallo, politie, politie. Oh, oké. Grapje, grapje. Kom naar binnen. Wat is er? Kom naar binnen. Wat is er? Ik heb een Satino. Satino, ik weet wie de dief is. Nee, ik wil weten waarom jij in één keer weg was. Ik ben furieus. Omdat ik heb uitgezocht wie de dief was. En ik ben moe. Dat maakt me helemaal niet uit. Wacht, zal ik het je vertellen? Ik zal het je vertellen, ja? Ik heb helemaal niks. Mijn pistool ligt hier helemaal niet. Ik ben naar het politiebureau dan. Ik moet even omkleden. Hoezo? Ja, ik kan toch gewoon vertellen wie het is, Satino? Nee. Ik ben nu niet bezig als politieagent. Je ziet toch dat ik geen uniform aan heb. Dus we gaan even rustig. Kom dan snel naar het politiebureau, dan vertel ik het je daar. En dan gaan we gewoon met Vinnie gaan we naar het politiebureau, want die moet ook omkleden. Ja, sorry voor gisteren, ik was een beetje moe. Maar ik weet wel wie die dief is. Bla 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 bla. Ik heb nog geen pakje aan. Bla 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 bla. Valt jou ook echt niks op? Kijk, Satino, kijk eens achter. Bla 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 bla. Kijk eens achter, kijk daar. Vinnie! Vinnie! Oh, hallo! Wacht, Vinnie. Ja. Vinnie, zat je weer te gamen, Vinnie? Kijk eens wie hier is. Jessie. Ja. Waar was jij gisteren opeens? Ik was moe. Maar ik weet wie de dief is. Ja, dat dus is allemaal leuk. Nee, je hebt geen politiepakje aan. Ik heb wel een politiepakje aan, jongens. Nee, die heb ik gewoon thuis liggen. Waar is jullie politiepakje? Ik werk nog niet. Ja, daar moeten we heen. We gaan naar de politie. Serieus? Nou, jongens, we zijn er. Schiet op. Doe jullie kleren aan. Dan kan ik het eindelijk vertellen. Waarom ben je me de hele tijd aan het commanderen? Jij bent toch geen politieagent? Dus jij bent een burger. Ik ben de baas. Niet aan! Ik ben de baas als gekke salam met je stok. Jij bent de baas. Oh, je neemt wel je wapen mee naar huis. Serieus, Santino? Mijn dienstwapen. Vinnie, kom, we gaan maar boven om. En nu ben je opeens wel in dienst. Waarom ben je zo vervelend? Het is mijn dienstwapen. Ja. Het is goed met je. Kom. Oké, nu wie hier zijn, hè? Ik ga het vertellen. Ik weet namelijk wie de dief is. Nee, bla 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 bla. Vinnie, kom naar binnen. We gaan omkleden. Ja, gaan jullie omkleden? Ik wacht wel aan de vergaderruimte. Ja, doei. Wacht jij nou maar. Inderdaad, goed zo. Echt, ik snap niet waarom Santino niet gewoon luistert. Ik weet gewoon letterlijk wie de dief is. Ja. Oh, eindelijk. Oké, dan kan ik eindelijk vertellen wie de dief is. De dief is namelijk... Tot de orde van de dag. Ten eerste, Vinnie, je moet de deur dicht doen. Zo, hoppa. Ja. Orde van de dag. Nummer 1. Ja, wat? Ik weet wie de dief is. De bank. Nou, hebben wij bewijs gevonden? Ik heb bewijs gevonden. Vinnie, heb je niks gevonden? Nee. Nou, dan denk ik dat Jessie sowieso niks heeft gevonden. Ik heb bewijs... Santino! Luister, diamonds lagen er op de grond. Dat is 1. Camerabeelden. Is hij gecheckt, toch, Vinnie? Ik heb ze gecheckt, maar ik heb niks. Ik weet wie de dief is, jongens. Heb jij gecheckt, Jessie? Ik heb de camerabeelden als allereerste gezien. Okay, ik weet wie de dief... helemaal niks gezien. Oké. Noob 1234 is de dief. Ik weet het. Ik weet het. Jongens. Dat Noob dat heeft gedaan. Jongens, ik weet het zeker. Wacht. Hey, stil, even. Als jij wat wil zeggen, vinger omhoog. Luister. Noob is al een hele lange tijd. Ik doe toch mijn vinger omhoog? Je doet je hoofd omhoog. Dat is niet hetzelfde, Jessie. Ja, hier. Hallo. Ik wil wat zeggen. Noob 1234 is de dief. Bla, 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 bla. Noob 1234. Nee, hij kan het echt niet zijn. Ik heb bewijs. Kom. Jongens, ik heb bewijs. Nee, wacht. Ik moet nog eventjes door naar onze stappen. Waar heb jij het over? Oké, vertel je domme stappenplan en daarna luister je naar mij, oké? Nummer 3. We hebben helemaal niks gevonden bij de kluis. Lisa wist niks en Game Robo wist niks. Dat wisten we toch al. Spoor. Dat wist... Spoor. Nee, Santino. Kom, volg mij. Kom. Nee, ik weet namelijk... Dat jij moet volgen. Ik weet namelijk wie... Ik weet wie de dief is. Volgen, Vinnie. Kom maar.
Ja, Oké, weet je, anders doe ik het wel alleen en dan pak ik een wapen, want anders vind ik het maar onveilig. Nee, dus ik... Wapen, wat nou? Wacht even, wanneer mag ik nou een wapen meenemen? Willy, pak je stok. Wat is dit? Santino, ik weet tenminste wie de dief is. En jij weet het niet. Dus wie is het? Auw! Ja, nee. Ik doe hem al weg. Oké, inderdaad. Eruit, kom. Ja, kom. Loop alsjeblieft. Dan wil ik best wel luisteren naar je nu. Loop met me mee. Ik weet wie de dief is. Waarom? Ja, noob 1, 2, 3, 4. Dat weten we, Jesse. Jongen, Jezus. Ja. Woon je jongens, in een droom of zo? Luister nou. Jullie zijn naar het treinstation en naar de bank geweest. Ik ben naar de builder gegaan. En weet je wat de builder tegen mij zei? Nou, wat heeft de builder gezegd? De builder zei dat hij het nooit heeft kunnen doen. Omdat de builder veel te druk was met het verbouwen van Noob 1, 2, 3, 4 zijn huis. Wat? Hoor je wat ik zeg? Wat ben je allemaal aan het verzinnen? Echt, deze... Ik... Wacht even. Hallo, Builder! Hoi! Hey! Builder! Hallo! Hallo? Oh, er is niemand thuis. Nee, hij is niet thuis. Jongen, de Builder zegt dat hij het en veel... En nou wil je ook zeggen dat de Noob in één keer in een normaal huis woont in plaats van een dirt huis. Lachen. Nee, maar jongens, de Builder zegt dat hij aan het verbouwen is voor de Noob. Hoe denk jij dat de Noob aan zoveel diamonds komt om een huis te kopen? Ja, leg het me maar uit. Die heeft hij natuurlijk gewoon geleend van de Builder. Ik bedoel, kom op. Jongens, kom, ik ga jullie bewijs laten zien. Kom maar mee! Ja, ja. Echt, Vinny, even serieus hoor. Jesse is gewoon op zijn hoofd gevallen. Ja, er is eerst even een chocolaatje. Zo lekker. Een chocolaatje? Nou, dat bedoel ik al. Dat is gewoon vleeschocola. Dit is chocola hoor, Santino. Ik wist niet dat wij chocola verkochten, Vinny. Ja, maak hier, aantekeningen voor op het bureau. Dat moeten we in de snackautomaat hebben. Serieus, Santino? Je bent al dik. Dus je moet geen chocola eten. Hé, vriend, laat eens even lekker zien wat jij wil laten zien. Want anders ga ik je gewoon weer terug in de gevangenis instouwen. Kijk, valt jullie wat op aan dit huis hier voor mijn neus, jongens? Ja, hij is grijs. Ja. Hij is heel kleurloos. En wat nog meer? Het staat hier letterlijk voor je neus. Hij is verkocht. Precies. Hier, Vinny snapt het tenminste, Santino. Het huis is verkocht. Krijg ik nou gewoon een buurman of een buurvrouw? Wat is dit nou? Wacht even, hier ga ik eventjes voor aankloppen. Wat is dit? Ja. Er is toch niemand thuis? Hallo? Je ziet het toch? Er wordt verbouwd. Vriend, er wordt verbouwd. Santino, wat doe je? Je kan toch niet zomaar naar binnen? Oh, jawel! Zie je deze badge? Ja, ik wou net zeggen. Zie je deze badge? Ik ga gewoon naar binnen. Ja, maar laat me nou eens uitpraten voordat je naar binnen gaat. Waarom uitpraten? Jongen, jij denkt dus... Noob 1, 2, 3, 4. Ja, Noob 1, 2, 3, 4 heeft dus dit huis gekocht. En de builder is nu aan het verbouwen voor Noob 1, 2, 3, 4. Dus Noob heeft heel veel diamonds. Dus hoe we moeten kijken. Dat? We moeten hier binnen kijken of we sporen kunnen vinden van de Noob, oké? Ja. Want dan weten we het zeker. Nou, oké. Weet je wat? Nou, maar luister, als je fout zit, vriend, dan word je uit de kop. Ja! Misschien is de Noob wel binnen, jongens. Stil. Hij is al de hele tijd weg, yes. Ja, maar misschien is hij nu wel binnen. Moet er stil zijn. Hallo? Moet er stil zijn. Hallo? Hallo? Ambtenaar! Ambtenaar! Oké, er is helemaal niemand hier, Santino. Oké, jongens, geen nood. Er is niemand thuis. Ik wil dat jullie al deze kisten gaan controleren terwijl ik lekker mijn chocola aan het smikkelen ben. Deze kisten zijn letterlijk allemaal leeg, Santino. Nee, ik hoor het allemaal wel. Ook leeg, ook leeg. Hier zit dirt in. Santino, hier zit ook dirt in. Wacht, laat me eens even kijken. Ga eens weg. Letterlijk in bijna elke kist zit dirt. Bijna overal zit dirt in. What? Oh mijn god, jongens, oh mijn god. Ik weet het. Wacht even. Ik wil wat vertellen, ik heb wat gevonden. Nee, wacht. Ik weet de conclusie. Wat is de conclusie? Deze nieuwe persoon, die verzamelt aarde. Nee, het is Noob 1, 2, 3, 4 die heeft dit gestolen. Is toch duidelijk, of niet? Nee, deze persoon verzamelt gewoon... Oh, en wapens, schijnbaar. Ja, dat wil ik dus net zeggen, Santino. Oké, jongens, dit wordt nu wel echt heel erg serieus. Dat wil ik dus net zeggen. Geloof je nou echt dat het een Noob is nu of niet? Als jij dit armsteentje van me aanneemt, dan wel. Wat heb ik hier nou aan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, het is Noob 1, 2, 3, 4, natuurlijk! Ja, ik wist dat al lang. Serieus? Serieus, dat zeg ik de hele tijd al. Dat heb jij goed gedaan, ouwe. Nee. Lekker, goed gedaan. Zo. Jongens, dat zeg ik letterlijk de hele tijd al. Wat ga jij nou met de eer strijken? Ik zei het. Hoorde jij wat, Vinnie? Nee. Wij hebben dit toch uitgevonden dat het een Noob is? Zo, ik neem dit wapen even in beslag. Hou! Wat? Hou. We moeten wapens hebben, want de dief heeft dus blijkbaar wapens. En Vinnie en ik moeten ons ook kunnen beschermen, Santino. Ja, maar ik heb een stok bij me, dus... Ja, nee. Vinnie, dat gaat niet goed komen, denk ik. Nee, dat is niet goed genoeg. Oké, weet je wat wij gewoon gaan doen? We gaan gewoon dan terug naar het politiebureau. Ten eerste, wacht even, geef maar eerst even dat wapen, yes? Hoezo?
Zo, dat is bewijsmateriaal. Dat moet ik even bij... Ga je dat hier. Nou oppakken? Ja, ja, maar wij moeten ook wapens hebben. Dat begrijp ik, maar jullie krijgen een heel mooi dienstwapen. Maar daarvoor moeten we wel eerst even naar het politiebureau en ga ik deze eventjes inleveren. Kom. Oké. Oké, jongens, kom maar. Hoppa, naar binnen. Vinnie, ja, we krijgen zo. Eindelijk een wapen. We gaan er niet heel erg leuk erover doen, want het is een heel serieuze kwestie dit, hè. Als je met dat wapen gaat spelen... Ja, maar ik wil een heel lange wapen, dus eindelijk. Jesse, drop. Er zit een gat in de muur. Ik schoot... Terug. Waarom? Het ging nu al fout. Ik schoot per ongeluk een kogel. Sorry van je de muur. Je schoot per ongeluk... Dat bedoel ik al. Dit bedoel ik dus al. Oké, wat gaan we doen? Oké, ik ga jullie gewoon rustig één voor één een pistool geven. Oké. We gaan daarbij beginnen. Dus zo, hoppa. Deze is voor jou en deze is voor jou. Er zitten nog geen kogels in, dus niet schieten. Oké. Als er geen kogels in schieten zitten, kan ik er gewoon in schieten. Of moet ik het testen? Nee. Er kan altijd nog een kogel in zitten. Dat is regel nummer 1. Jesse, je kan hem ook gewoon teruggeven. Nee, nu heb ik hem ook. Nu ga ik hem gebruiken ook. Maar ik wil deze hebben, Santino. Deze vind ik vetter. Terug! Nee, hoezo? Hoezo krijg ik die niet? Dat zijn alleen voor de betere agenten, zoals ik. Oh ja, jij mag hem wel opeens pakken. Ja. Serieus? Ik wil die bazooka. Ik wil die bazooka. Dan kunnen we gewoon het huis van een noob opblazen. Het is toch gestolen. Mijn huis zit er ook naast. Wat denk jij? Dat ik jou eventjes met een bazooka erop laat schieten? Het huis van Finny zit dichterbij, dus zullen we het doen? Nee, zeker niet. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Oké, luister. We gaan... Wat? Kogels? Kogels? Ja, krijg je nu nog niet, ben je gek? We gaan eerst even gewoon lekker jullie leren schieten. Wat denk je daarvan? Ja, maar zonder kogels kunnen we niet schieten, toch? De tijd dringt, hè? Ik ga kogels nu gaan geven. De tijd dringt, hè, Santino? Ja, dat begrijp ik, maar ik heb liever dat we even rustig zijn dat kogels? Dat ik een kogel in mijn reet in één keer heb, dan dat we... die vinden. Oké, kom. Ga met hem mee. Kom, Finny, eruit. Kom naar uit. Ja, jongens, ik moet nog even naar de wc, oké? Naar de wc? Oké, loop maar mee. Weet je waar de wc is? Nee. Nou, ik kan het vanzelf wel. Kom, Finny, wij gaan alvast lopen. Kom wel goed. Oké, doei! Doei! Ik zie jullie voor de deur, ja? Ja, is goed. Doei. Oké, ik weet niet of jullie het zagen, maar Santino heeft letterlijk een raket gedropt. Dus ik ga deze gewoon stiekem meenemen. En dat gaat Santino toch niet doorhebben. En dan kan ik straks gewoon misschien alles wel opblazen. Want ik ben een politieagent, dus ik vind gewoon dat ik dat mag. Zo. Jongens, ik ben er weer. Wat zei je nou allemaal? Waarom zit je tegen jezelf te praten daarover? Ik was aan het praten tegen mijn plas. Misschien moeten we ook even een mentale test doen. Want ik weet niet of ik met jouw mentale gezondheid... Wil je nou de dief pakken of niet? Ik wil de dief pakken, maar ik wil ook nog blijven leven als het niet erg is. Dan moeten we weten hoe die wapens werken, Santino. Dus wanneer mag ik nou schieten? Loop maar mee. Welkom, jongens. Entree bij de prachtige schietbaan waar jullie mogen leren schieten. Oh, wat mooi. Ja, waar is dit? Ik heb dit nog nooit eerder gezien, Santino. Dit is boven op de berg van de Blokburg teken, zeg maar. Oké. Ja, mogen we nou kogels? Want ik vind het me saai zo. Oké, maar jullie het weten, hè? Wees voorzichtig en let op elkaar. Ja, alsjeblieft. Ja. Elkaar schieten, niet op elkaar richten als het ding geladen is. Bla 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 bla. Komt goed. Maar hoe. Ik doe ook voor zekerheid even. Hoe werkt dit dan, Santino? Hoe werkt. Nou, ten eerste niet op mij richten, dankjewel. Hoezo Hallo? Niet? Niet op mij richten. Sorry. Ik hoef dat ding ook niet meer van jou trouwens. Oké, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Het volgende wat jullie doen is het wapen herladen. Jullie hebben geen kogels in het heb wapen. Heb ik al gedaan! Duurt lang! Oké, maar richt dan dat ding niet op me! Ja, sorry. Dan richt je door de aimspot ding. Zit een daar zo. En dan... Ja, en dan bam! Juist hem! Ik heb al niet geschoten! Jij schoot mis! Ik schoot mis! Maat, wacht. Finny, niet schieten. Oké. Kijk eens, zie je het gat? Ja. Is nu weg, maakt niet uit. Daar schoot ik net. Je schoot mis! Oké, laat eens zien hoe je kan schieten dan. Laat eens zien. Richt jij eens op dat ding. Waar moet ik op richten? Niet op mij richten, op dat ding! Ja! Bam! Zie je? Raak! Zo. Raak! En jij miste, ik ben beter! Wacht, wil je... Let op. Pim! Ik schoot op dat mannetje, maar hij ging niet dood. Ja. Finny, schiet jij maar een keer. Oké, ik ga op het doelwit schieten. Oh! Oh! Ja, wij schieten... Finny! Niet! Je moet daar niet lopen, hè? Want ik schoot bijna op je, hè? Oké, let op. Pim! Oké, die was raak. Dat weet ik. Zie je dat glas helemaal rechtsachter? Schiet daar maar op, Santino. We gaan eens even kijken of jij een beetje raak kan schieten met dat ding. Oké, nou is goed, joh. Schiet dan. Let op. 3, 2, 1, pim!
mes. Geen pijn dat wapen is. Ik kan veel beter raak. Schieten met dat wapen. Nee, hij moet kapot. Hij gaat niet kapot. Hier, hier, kijk. Bim. Oh. Ik zei het toch? Ik zei het. Hier, kijk, let op. Bim. Hier, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Kijk, ik ook. Ik ook. Ik heb hem geraakt. Jij richt ook een wapen op mij, hè, Santino? Nee, dat is helemaal niet zo. Ik mag dat. Ja. Ik ben professioneel. Ja, is goed met je. Santino, krijgen we nou eindelijk een ander wapen, of niet? Nee, jullie krijgen helemaal niks. Anders ga ik zelf schieten! Anders ga ik zelf schieten! Wacht. Kapoe! Nee! Ik heb nog een kogel. Ik heb nog één kogel. Vriend, nu droppen. Nee, nee. Ik ga nog een keer schieten. Ik ga nog een keer schieten. Vinny, je mag je wapen gebruiken. Ja? Jongens, ik zie daar wat. Ik zie daar wat. Ik mag je zelf. Ik zie ook nog iemand met een bazooka in zijn handen. Ik zie daar wat. Kijk, kijk achter je. Daar is rook. Maar ik hou onder schot. Oké, hier, alsjeblieft. Kijk dan daar in de verte. Zie je dat rook niet? Brand, jongens, brand, ik moet er is een rook. Ik moet de brandweer halen. Nee, brand, Santino. Brand. Santino, nee. We zijn politieagenten. Misschien is daar wel iemand. Kom. Ja, maar er is ook brand. Ik ben geen brandweerman. Hoezo ben jij geen brandweerman? Maakt niet uit. Je kan toch gewoon eroverheen plassen. Ah, ik heb net al geplast. Dus... Inderdaad, ik red dat ook niet. Ik heb net chocola gegeten, dus ik kan misschien wel poep. Oké, kom. Ga kijken. Gadverdamme. Dan moet je wel veilig benaderen. Dat die ja, maar, vind ik ook. Vind ik ook. Kijk, Santino. Wie zijn hier nou goede politieagenten? Stil. Stil, kom. Jij gaat via links, ik ga wat is dit? Ik zie... Oh, jongens! Ik zie de noob! Hey! Ik zie de noob! Hey, handen omhoog! Noob! Handen omhoog! Handen omhoog!